Vlog Lenore is back. Hoi leuke mensen, kijk wie er terug is. Vlog Lenore is back. Ik heb het al vaker gezegd dat ik terug ben met vloggen, maar nu echt. En dat zeg ik ook altijd, dus we gaan het zien. Maar ja, ik heb helemaal weer die... Misschien komt het omdat het weer lente wordt en weer lekkere weer. En dat het dan ook leuker is om weer dingen te doen en dat te filmen. En ja, ik ben helemaal excited, want ik ga dus weer vloggen. En we beginnen meteen goed, want we beginnen meteen met een weekvlog. Want ik weet dat jullie die het leukst vinden. Ik uiteindelijk ook, maar die is gewoon wat meer werk om te editen. Maar ik heb zoveel zin om weer lekker te editen en er leuke video's van te maken. En jullie reacties weer te horen. En ik wil denk het liefst wel een wekelijkse upload, zeg maar. Een speciale dag, of speciaal niet, maar een standaard dag. Dus laat me even weten. Natuurlijk niet de zondag, want dan is al de podcast. Maar misschien een woensdag of zo zat ik aan te denken. Maar laat jullie graag weten wat voor dag jullie chill vinden. Ik ben nu in het bos en... Of, ja... Nou ja, ik sta op de parkeerplek. Want ik neem jullie meteen mee. Het is tweede paasdag, maandag. Voelt raar, het voelt als een zondag. Maar wacht, ik ga lekker een wandelingetje doen. En als het goed zit daar ergens een boshuisje met koffie. Dus dan ga ik ook een lekkere koffie drinken. Het is alleen een beetje bewolkt aan het worden. Dus ik hoopte eigenlijk dat ik nog in de zon kon zitten. Maar dat denk ik niet. Maar we gaan in ieder geval beginnen met een lekkere wandeling. En ik heb dus heel lang getwijfeld of ik weer ging vloggen. Dit gaat van de hak op de tak. We gaan wandelen. En dan gaan we weer over het vloggen hebben. Maakt niet uit. Ik dacht steeds, ja. Nou ja, sowieso in de winter vind ik het... Ik weet niet. Ik zat daar niet in. Ik dacht, nee, ik ben lekker mijn eigen bubbel. Maar nu heb ik helemaal weer zin om jullie mee te nemen in mijn leven. En ik doe nu allemaal coole dingen. Ik coach. Ik heb een podcast. Ik maak mooie journals nog steeds met Studio Eleonora. Daar gaat ook allemaal verandering in komen. Ga ik jullie ook allemaal mee innemen. Dus ik dacht, hoe zonde dat ik niet gewoon daarover wat meer laat zien. Dus dat ga ik vanaf nu doen. En wat ik al zei, leuke weekvlogs, maar ook soms dagvlogs of what I eat in a day of weet ik het wat, waar ik zin in heb. Maar laat natuurlijk altijd weten wat jij leuk vindt. En waarom ik ook dacht dat ik het weer wou gaan doen, omdat in juli gaan wij een maand naar Bali. Maand naar Bali is echt de grootste droom ever. Daar wil ik sowieso gaan vloggen. Dus ik dacht, dan is het leuk om nu al lekker te beginnen met mijn gewone leven. En dan zit ik weer helemaal in en dan ga ik lekker ook op Bali jullie meenemen. En ja, ik weet niet. Gisteren had ik het zomaar besloten op eerste paasdag. Ik had opeens, ik kreeg een berichtje, zo'n comment op mijn YouTube ding van wanneer komt weer een vlog. En opeens dacht ik, ja, ik ga terugkomen. En ik ga, als ik zoiets bedenk, moet het ook meteen in mijn hoofd. Dus meteen nieuwe banner gemaakt, nieuwe profielfoto. En we gaan er weer voor. En ik heb nu al zin om deze hele ochtend dan te vloggen. Ochtend, hoe laat is het? 11:30. Maar ik ga jullie vandaag zo een beetje meenemen, de hele week dus. Dus dan kan ik vanmiddag al lekker een beetje gaan editen. En helemaal zin in. Er komen nu allemaal mountainbikers aan. Dus ik ga mijn camera pakken en lekker wandelen. Mijn plan was eigenlijk om nog even ergens koffie te drinken. Maar het is nu 12:30. Dus ik ben wel klaar. Ik heb echt trek. Dus ik ga lekker naar huis. Even lekker lunchen. En het voelt zo lekker als je dan zo lekker hebt gewandeld. En we hebben verder gewoon dus eigenlijk een niksdag. En dat voelt eerlijk. Ik ga eerlijk met jullie zijn. Ik vind dat best lastig. Want ik weet niet. Ergens dan... Ik moet gewoon altijd wat te doen hebben ofzo. En... Mijn werk gaat natuurlijk ook altijd door, dus ik zou op zich gewoon de hele tijd kunnen werken. Maar dat is ook niet per se goed voor me. Dus ik ga wel lekker editen, dat vind ik heel leuk om te doen. Maar ik ga ook wel even lekker een vlogje kijken van iemand of weet ik het, iets in die richting. Maar nu eerst lekker naar huis en lekker lunch maken. En dan zie ik het wel. In ieder geval even een andere outfit aan, want een legging vind ik lekker om te wandelen. Maar daarna niet. Ik wil gewoon los. Alles los. Mijn buik, gewoon lekker trui met een capuchon, want I love capuchon. Ik weet niet waar ik zin heb in lunch. Ik denk dat het een beetje net zoals altijd wordt, maar ik vind het gewoon heel lekker. Met yoghurtje, Griekse yoghurt met fruit en dan beschuitjes erbij. Of
Oeh, ik heb ook nog avocado. Dat ga ik misschien maken met beschuitjes. Ja, dat is misschien lekker. En ik wil ook voorstellen aan Tom om vanavond lekker een ijsje te halen na het eten. Want dan zijn we er samen ook nog even gezellig uit. En het is lekker weer. En ik hou van ijs. Dus... Oké, ik ben dus nu weer thuis. Ik maak een cocktail. De Slim Piranha is echt het allerlekkerste. Deze hebben we altijd. Het is lemon. En nu heb ik dus ook watermeloen aardbei gekocht. En ik maakte net die andere lemon op. Dus ik dacht, dan doe ik wel een mengsel. Ja, cocktail. Ik ben dus thuis. Ik ga lunch maken. Schuitjes met van alles en nog wat. Yoghurtje erbij. Helemaal lekker. En voor Tom wordt het nog een soort gekke paaslunch. Want we hebben nog van gisteren allemaal restjes. Cinnamon rolls die ik had gemaakt. Paastel. En suikerbrood. Dus dat ga ik voor hem maken. Dat vind ik altijd leuk om te maken. En dan ga ik dat lekker opeten op de bank. Lekker chill. En toen ik dus... Ik ga alvast beginnen hoor. Toen ik dus hier net mijn camera neerzette. Toen dacht ik ja... Daarom ging ik misschien ook wel een tijdje niet meer filmen. Omdat, zeg maar, het is nog steeds dezelfde ruimte. Mijn gewoontes en hoe ik eet en alles is niet heel erg veranderd. In mijn werk is het trouwens wel wat veranderd. Maar dan denk ik, vinden jullie dat dan wel leuk om te zien? En dan word ik daar onzeker over. Dan denk ik, nou, kom ik weer aan met een vlog. Dus, nou, misschien even leuk en aardig voor mij om hieronder te laten weten of jullie het echt leuk vinden. Of dat er speciale dingen zijn die je wil zien. Of dat ik me gewoon niet zo druk moet maken. En gewoon moet filmen en het moet uploaden. Dat wou ik nog even kwijt. En nu gaan we er wat lekkers van maken. Om niet te laten zien. Dit is mijn bord. Heerlijk! En dan hebben we hier Tom. En je zou denken, je wilt toch liever die? Maar nee. Ik echt... Gisteren heb ik al dit allemaal al lekker gegeten. En nu heb ik al zoveel zin in. Gewoon lekker groentetjes. En ik heb heerlijke dingetjes gemaakt uiteindelijk. Dus helemaal zin in. Lekker snacken op de bank. En ik heb ook al een stukje van die gehad en een stukje van die. En ja... Ik snel het alles in stukjes of Tom een kleine baby is. Maar Tom is ook een kleine baby, want die vindt dat chill. Die is echt van het gemak. Als ik hem zo'n lunch wil geven als dat ik heb, dan wordt hij helemaal gek. Dan heeft hij zijn handen en weet hij niet hoe hij moet eten. Dus nu heeft hij gewoon een bord en dan kan hij gewoon lekker op zijn laptopje dingetjes doen. En dan gaat hij gewoon, hup, hatsa, alles erin gooien. Vanmiddag ga ik misschien nog wel een ice matcha maken. En ik heb Tom overtuigd om dus een ijsje te eten vanavond. Dus daar heb ik ook zin in. Dus het is een heerlijk chill dagje. Ik ga dus een lekkere matcha maken. Ik heb dus altijd matcha gewoon van zo'n toko hier uit Hoogeveen. Maar ik denk dat ik binnenkort eventjes bij Matcha Mafia iets ga bestellen. Want, ik weet niet. Ik heb het idee als ik ergens een matcha bestel, bij een koffietentje of zo, dat het dan toch anders is. Dus misschien dat hier, ik weet niet, zit het niet... Ja, er zit wel veel smaak aan, maar soms denk ik het kan meer. Dus, maar ik heb dus helemaal zo'n coole echte stir dingetje. Dat vind ik helemaal leuk. En op deze manier is het echt even zo'n leuk momentje. Want je bent gewoon helemaal bezig met je matcha. En ja, ik vind het helemaal leuk. En ik vind het ook heel lekker natuurlijk. En dan kan je hem afspoelen. En dan kan die zo mooi drogen. En dan gaan we in plaats van avondeten, pasta halen we, eten morgen wel. Gaan we lekker een borrelplankje eten en een film kijken. Hoe heet de film ook weer? Ja.
Triangle of sadness. Triangle of sadness. Geen idee. Maar ik zag dit. Het was echt duur. Maar ja, dacht even. Zie je het niet? Cauliflower power. Hoe spreek je dat uit? Cauliflower. Cauliflower. Hoe zeg je het? Cauliflower. Cauliflower. Zo. Dus dit is bloemkoolsnacks uit de airfryer. En we hebben ook vega kip dingetjes. Nou, lekker druiven. We hebben een kaasje voor uit de oven. Lekker chocola natuurlijk. Broodje, helemaal lekker. Dus daar gaan we lekker van genieten. En dan lekker film kijken, chillen, helemaal lekker. En dan morgenochtend hardlopen en om 8:30 al mijn nagels laten doen. Dat is echt heel erg nodig. Maar dan neem ik jullie morgen weer mee. Dus ik zie jullie morgen. Wij gaan genieten van dit heerlijke maaltje. Ik ben zo dom. Ik heb dus net een bestand gewist. Ik had helemaal leuk vanochtend gefilmd. Dat ik naar de nagelsalon ging. En dat ik in de auto zat. Dan ging ik jullie vertellen dat ik naar de nagelsalon ging. Had ik me voor ook gefilmd. En nu heb ik geen voorbeelden, maar wel nabeelden. En die zijn geweldig. Kijk hoe prachtig het is geworden. Ik ben zo blij. Ze zijn echt zo mooi rond en lang en gewoon een mooie kleur. En ja, ik ben helemaal blij. Ik lig ongeveer hier in die auto, want anders zien jullie me niet. Vanochtend heb ik dus vroeg hard gelopen. Toen ging ik naar de nagelsalon. En toen mijn nagels gedaan, nu snel naar de winkel. En dan heb ik calls. Dus ik dacht eigenlijk dat ik later thuis zou zijn, maar het valt mee. Dus ik ga nu nog even snel naar de Jumbo. Dan hoef ik geen avondeten meer te halen, want Tom eet opeens op zijn werk. Dat wist hij niet, maar nu eet ik dus dan even alleen. Maar dat is op zich prima, want ik heb vanavond ook nog veel calls. Dus ik heb een drukke dag, maar ik neem jullie weer mee. Ik ben helemaal blij dat ik weer vlog. Ik vind het heerlijk. Maar in ieder geval, ik ben helemaal hyper, want ik ben zo blij met mijn nagels. Want ze zijn echt nog veel mooier dan de vorige keer. En het is helemaal roze van de Sunday Club. Dus heel cool. Nu ga ik eventjes... Wat ga ik halen? Ik denk dat ik alles haal wat ik nog nodig heb om nog weer een keer zo'n bol te maken. Want dat blijft gewoon mijn lievelings. Ja, dat ga ik doen. Nou, mijn kals zit erop. Ik ga even een lunchje in de kar bouwen. Het wordt waarschijnlijk, net zoals altijd, crackertjes. Die krakot dingetjes voor koren. En een schuitje en een kwarkje. En we hebben eigenlijk niet zo vaak druiven. Maar we hebben dus nu druiven gekocht voor gisteren voor die borrelplank. Die trouwens echt heerlijk was. En zo lekker. Moet ik vaker kopen. Dus ik ga even lekker eten maken. Dan even naar buiten om te wandelen. Wat dus een beetje moeilijk is... Is dat ik dus een pakketje krijg. Een persoonlijke delivery van een leuk merk voor haarproducten. Vet leuk, maar ik heb geen idee wanneer we komen. Dus dat is een beetje lastig. Dat vind ik altijd moeilijk, want dan weet ik niet wanneer moet ik thuis zijn. Want ik werk dus speciaal thuis en niet op kantoor voor dat pakketje. Dus ja, ik hoop dat ze precies komen als ik mijn eten op heb. En dan kan ik daarna lekker naar buiten om even te wandelen. En... Daarna ga ik weer verder werken. En ik moet boekhouding dingen doen. Daar heb ik zo geen zin in. Dus dat wordt helemaal shit. En ik was net trouwens bij de Jumbo. Leuk om het laten zien. En ik kom bijna nooit bij de Jumbo. Als ik bij de Jumbo ben, koop ik altijd dit. Dus dit wordt denk ik vanavond mijn toekje. Daar heb ik nu al zin in. Heerlijk. Dus nee, die mag nu nog niet. Die eet ik vanavond wel. Maar ja, we gaan er wat van bouwen. En dan lekker lunchen. En dan ik zal jullie wel even het eindresultaat van mijn lunch laten zien. Het is al 10:30. Ik had vanochtend lekker getraind, zoals jullie zagen. En nu is het tijd voor een ijskoffie. Ik had vanochtend al heel goed, vond ik zelf, koffie klaargezet. Dubbele espresso voor mijn ijskoffie. En ik heb mij klaargemaakt, zoals je ziet. Ik heb calls gehad al vanochtend. Ik heb echt een productieve dag. Ik had dus getraind. Ik had een lower body training. Ging prima. Ik weet niet, ik had niet echt mega zin, maar... Ja, het was een prima training, maar gewoon niet heel spannend. Maar met die ijskoffie, Juliet. Ja. Maar nu is het podcast day. Dus daar heb ik helemaal zin in.
En ook al is het echt, dit weer slaat nergens op. Alsof ik de herfst weer opnieuw beleef. Want het is echt de hele dag al keihard aan het regenen. Echt, dat doet niet heel veel goed voor mijn moed. Maar ja, we blijven positief. En ik ga dus nu lekker een ijskoffietje maken. Ook al is het rot weer, dat hoort bij de podcast. Dat set the tone, om het even zo te noemen. En dan gaan we lekker kletsen met de pot. Die ga ik meteen editen, zodat die klaar staat. Dan kan die soms online. En ik heb nog wat andere leuke to-do's vandaag. Ook natuurlijk mijn vlog weer een stukje editen. Het is een leuke dag. Ik heb vanavond geen calls. Woensdagavond heb ik meestal vrij daarmee. En ik wil eigenlijk even lekker chill. Een beetje, misschien wat leuke fotootjes op. Leuke fotootjes tekenen op mijn iPad. Dat vind ik altijd een leuke... Dan doe ik toch iets qua werk, productiefs, maar toch ook heel leuk, creatief. En daarna stoppen we met werken, telefoon weg. En wil ik lekker chillen, is dat een leuk moment. Nee, shit, ik moet eerst melk erin doen, dat is leuker. Maar... En daarna wil ik lekker chillen, telefoon aan de kant, vlogjes kijken van anderen. En ook lekker lezen. Ik eens een ijskoffie maken met kokosmelk. Even proeven. Oh! Top. Dus ik ga lekker podcast opnemen. En dan schrijf ik eerst altijd alles even uit. Wat ik ga bespreken. Wat ik niet moet vergeten. Want ik ben dan zo erg aan het kletsen. En dan zit ik helemaal excited die podcast op te nemen. En dan vergeet ik soms helemaal wat ik eigenlijk wou vertellen. Dus dat is altijd wel slim. En dan spreek je later weer. Het is al 7 uur 's avonds en ik ben helemaal, ik ben echt trots op mezelf, want normaal zit ik 's ochtends helemaal in de stress als ik ergens heen moet qua outfit, want dan denk ik 's avonds, ik weet al wat ik aan ga doen en dan doe ik het 's ochtends aan en dan denk ik, nee. Maar nu heb ik dus helemaal een leuke outfit gemaakt, want ik ga dus morgen naar Amsterdam met Jamil, mijn vriendin, en dan gaan we naar een vet leuk koffie event. Nou, ik ben koffie. Koffie is Noor. Dus dat is geweldig. Het is van de Longhi, dat koffiemerk. En we gaan daarheen. Ik heb geen idee verder wat ik ga doen, hoe het event eruit ziet of weet ik het. Maar ik heb echt heel goed met mijn, zeg maar, mijn outfit uitgekozen. Met dat ik dacht, oké, het is een koffie-event. Dan ga ik niet voor heel fel of zo. Maar dan ga ik een beetje voor iets met een leuke blazer. Dus ik heb een hele mooie nieuwe top van Subdude. Die doe ik aan. Dan doe ik een blouse eroverheen. En dan een blazer erover. En ik voel me in een blazer ook altijd wat zelfverzekerder. En ik vind het echt heel spannend, zo'n event. Dus, zin in. Heel veel, maar wel spannend. Maar ik ga vanavond lekker. Ik heb woensdagavond vaak geen werk. En dan is dus lekker mobielloos avondje. Dus ik ga zo nog even wat editen voor de vlog. Dan ga ik lekker theetje drinken, kwarkje eten. En dan lekker lezen. En dan wil ik vanavond nog even douchen, mijn haar wassen. Want dat kan echt niet meer. En dan ga ik het meteen even een beetje feunen. En dan kan ik het morgen mooi maken. En dan doe ik gewoon een haarband in. Dat staat leuk en dat is ook handig. En dan gaan we morgen leuk naar Amsterdam. En nu vind ik het extra leuk dat ik vlog. Want hoe leuk is het om jullie dan eens mee te nemen naar Amsterdam. Want het is toch altijd leuk. We gaan leuk ergens... We hebben best wel de tijd om het event heen. Dus we gaan leuk ergens een koffietje of een matje halen. En ik had zo'n leuk tentje gezien, Toki. En die zit daar volgens mij in de buurt. Misschien dat we daarheen kunnen. En waarschijnlijk even gezellig wat eten en foto's maken. En helemaal zin in. Dus ik dacht, ik doe jullie even een kleine update. Naar dit gezellige strijkshot gaan we naar Amsterdam. Maar ik moet alleen zelf nog even slapen. En we gaan dus met de trein van 9:30. Dus ik ga eerst 's ochtends denk ik even nog kijken waar ik zin in heb. Of ik ga even wandelen, of ik ga pilates doen, gewoon beneden. Moet ik even kijken wat ik wil doen. Maar ik wil in ieder geval dan nog even lekker wel vroeger uit en gewoon even lekker bewegen. Dan voel ik me altijd beter de rest van de dag. En ik ga het nodig hebben, want wat ik zei, ik vind zo'n event is echt heel leuk, maar
ook echt spannend. Ik vind het echt awkward. Dus het ligt natuurlijk wel een beetje aan wie hier zijn en zo. Maar ik weet niet, ik voel me altijd een beetje zo van... Wat doe ik hier? Waarom willen mensen mij hier hebben? Dus dat is een beetje ongemakkelijk. Maar dat doe ik vooral mezelf aan. Gelukkig kon ik iemand meenemen, dus gaat je mee lekker mee. Dat is gezellig. Toch wel mijn story, dus ik weet nu echt niet meer waar ik was. Maar in ieder geval, je ziet me morgen in Amsterdam met de trein. Gezellig, gezellig. En ik zal ze nog even laten zien. Ik heb echt dus helemaal mijn outfit klaargelegd met mijn sieraden erbij. En ja, ik voel me nu echt een influencer dat ik dus helemaal zo bezig ben met mijn outfit de avond van tevoren. Want, maar ik ben wel blij omdat ik dit doe. Want vorige week ging ik dus 's avonds pas, of 's ochtends pas mijn outfit bedenken. En toen was ik eigenlijk niet echt tevreden. Dus nu ben ik wel denk ik tevreden. Ik zal morgen wel even de outfit laten zien. Als ik hem aan heb. Maar ik laat het straks wel even zien als het niet aan is. Deze blouse is echt verschrikkelijk om te strijken. Ik blijf maar strijken. Oké, jongens, kijk. Hier ligt het dus. Ik heb zelfs dus mijn ringen en mijn oorbellen. En dan hebben we dus deze leuke tube top. Die valt gewoon mooi tot precies mijn broek. Zie je misschien echt zo'n stukje buik. En dan hebben we deze broek die veel te groot is. Maar daardoor vind ik heel cool. Want dan valt hij zo lekker helemaal zo net op mijn navel. Helemaal een beetje oversized baggy. En dan doen we deze over de... Oh, hij is gewoon nog steeds niet... Goed gestreken, wat een vreselijke blouse. Maar dat zie je toch niet echt, want die komt daar dus zo leuk overheen. En dan daar overheen komt een hele mooie oversized deze blazer. Ik denk dat dit helemaal lekker zetjes. En dan doe ik gewoon mijn sneakers eronder, haarbandje in. Helemaal gezellig. Ik moet deze denk ik maar even ophangen. Dat helpt. Oh, wacht. Hier kan ik ophangen. Ja. Toppie. Dus ik ben helemaal klaar voor. Ik moet dus alleen nog mijn haar wassen. Twarpelt. En oké, deze schoenen doe ik erbij. Oh leuk, daar zit ook een beetje blauw in. Helemaal grijsblauw ben ik dan. Cool. En die lopen ook lekker, want ik bedoel, het is Amsterdam, dus we gaan waarschijnlijk veel lopen. Dus dan heb ik liever gewoon goede schoenen. En het liefst deed ik natuurlijk cool mijn laarzen met die blokhak of zo aan. Maar dat ga ik echt niet doen, want dan kan ik niet lekker lopen. Ik ga lekker theetje maken, lekker chillen. En dan zeg ik tot morgen. We zijn bij het event geweest van de Longi en het was echt heel leuk. Het was even eerst spannend, maar toen we eenmaal binnen waren was het echt gezellig, toch? Ja, het was geregeld. Het was heel leuk en heel chill sfeertje. En ik kreeg op het eind nog een heel lief compliment van een van die meiden. Dus ik was helemaal zo blij. En we hebben een goodie bag en bloemen. Dus wij kunnen weer lekker koffie maken. Nu gaan we naar een ander koffietentje en gaan we daar lekker werken. En dan... Nog pas om 6:30 met de trein. Want volgens mij moeten we hier echt door. We kunnen pas om 6:30 met de trein, want we hebben dus een kaartje in daluren gekocht. Dus we moeten nog even ons vermaken. Maar wij vermaken ons wel, hè?
gisteren niks gefilmd. Het zit nog niet helemaal in mijn systeem. Maar ik had gewoon een lekkere dag. En Tom sliep in Amsterdam, want die moest in Amsterdam voor zijn werk. Dus ik heb een lekker avondje alleen gehad en ook alleen geslapen. En ik hou van hem en ik wil altijd met hem slapen. Maar soms is het echt lekker. Nou, we slapen minder. Maar gewoon als hij 's avonds een keer niet is. En dat je dan gewoon... Ik ging gewoon domme tv kijken. Perfecte plaatje had ik nog niet afgezien. Dat ik even helemaal uit kon qua werk. En even geëdit. Maar toen mijn laptop aan de kant gegaan. Helemaal zo lekker chill. En nu mag hij alweer terugkomen. Gelukkig komt hij zo weer terug. Toen heb ik vanochtend lekker gesport al. Het is nu 8:30. En ik heb zelfs al gedoucht. En misschien ziet mijn hoofd er raar uit. Want ik heb dus al even mijn crème op. Maar daar zit dus een tintje in. Dus dan zie je er een beetje onaf uit misschien. Maar... er zit ook niet een mega zetje in. Ik ben even mijn havermout aan het bijvullen. En nu ga ik lekker ontbijten. Ik ga havermout maken. Lekker op de pan chillen. Echt vet zin in. Dat vind ik echt het lekkerste wat er is in het weekend. Vroeg trainen. En dan ben je ook vroeg klaar. En dan op de bank chillen. En dan straks even lekker koffietje maken. Helemaal chill. En woensdag, of donderdag ging ik natuurlijk naar Amsterdam. Naar dat koffie-event. En het was echt zo leuk. En ik heb echt de perfectste glazen gekregen voor ijskoffie in de goodie bag. Nou, dit is te leuk. En ook de perfecte ijsklontjes, dat zei die barista zelf ook wel zo grappig. Die zijn echt dik vierkant. En het was echt beter dan mijn eigen, want die voor mij zijn al vet snel gesmolten. Maar hier hoefde maar een paar, dan was het glas al vol. En ik ga vanmiddag weer of straks weer een ijskoffie maken hieruit, nu al zin in. En om 12:30 ga ik met Freek lunchen bij de Beren. Want die had ons gevraagd of we het leuk vonden om daar te komen lunchen. Dat is toch te cool, want daar heb ik dus vroeg gewerkt. En dan vragen ze nu of wij komen lunchen. Dus het is een leuke dag. En vanavond lekker chill. En morgen is hier de Cascade Run. Dat is een evenement, had ik dat al verteld. Nou, daar is altijd een... daar komen alle hoogveners bij elkaar. En dan is er een hardloop-event. Dus Tom doet ook mee. Heel goed van hem. Ik ken absoluut niet. En daarna gaan we gezellig. Het is altijd feest en leuk. Dus daar ga ik ook even heen. Eerst ga ik gewoon lekker met de meiden samen. Gaan we kijken en alle hardlopers aanmoedigen. En dan misschien nog even naar de stad. Even gezellig een drankje doen. Even dansen. Leuk. Gelukkig is het ook al wat vroeg afgelopen. En dan kunnen we wel weer gewoon vroeg naar bed. Ik heb de hele tijd iets in mijn oog. Maar ik dacht, ik ga nu de vlog afsluiten. Het is een beetje een halve week geworden. Maar ja, omdat vandaag is niet heel spannend voor jullie om te vloggen. En morgen wil ik sowieso niet vloggen als ik daar ben. Want dan ben ik daar veel te veel mee bezig. En het moet leuk blijven. Dus ik ga hem voor nu afsluiten. Ik vond het wel echt heel leuk om te doen. En ik ben best wel een beetje trots, als ik het mag zeggen, op hoe ik hem sommige stukjes heb geëdit. Vind ik echt heel leuk. Mijn favoriet is echt die in de winkel. Dat je zo elke boodschap in de tas ziet vallen. Ja, vind ik heel leuk. Laat me alsjeblieft weten wat je van de video vond. En wat je nog meer wilt zien. En vertel het me allemaal. Want ik vond het dus echt heel leuk om weer te doen. Dus ik ben blij dat ik weer een Noordervlogger ben geworden. En dat was hem. Fijne dag, fijne week. En ik zie jullie denk ik volgende week weer. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dat vind ik echt leuk om te zien. En te reageren. En dikke kus. En tot de volgende.